twee PR's rijden in een weekend en je hebt er totaal niets aan. Dat zeg je goed, ja. Ja, dat is ook wel dat is een mooie opzomming van het weekend. Ja, ik ben fit, goed in orde. Een paar hele goede dingen laten zien. Met lege handen sta ik hier. Enorm balen, want... je wil natuurlijk wel... wel meedoen aan het WK, je wil wel een medaille halen op het NK. En het is niet gelukt. Dus ik kan er niet een heel lang verhaal van gaan maken, want... natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen. Maar dat kan ook als je een hele goede rijdt. En ik rijd PR, dus ik mag in principe niet klagen. Na gisteren was het gewoon heel moeilijk om het vandaag beter te doen. En dat is wel gelukt. Dus ik... ik mag er wel blij mee zijn. Maar aan de andere kant sta je dus met lege handen. En er zijn een aantal jongens gewoon... echt enorm goed. Wat Jenning laat zien is echt bizar. Maar het komt voor mij ook niet uit de lucht vallen, als ik heel eerlijk ben. Dus dat doet hij heel goed. En ik heb ook een aantal dingen goed gedaan, maar het was niet genoeg. En die 1500 meter, die was goed tot die misslag. Ja, dat zeg je goed. Ja. Daar had veel meer in gezeten. Dat weet ik ook wel. Maar ja, ik maakte die misslag wel. Houd het daarbij op. Ja, en in Nederland ligt alles op enkele seconden bij elkaar, hè? Op honderdsten soms. Ja, dit is de Champions League. Ja, en vrijdag begon het zo goed met die 500. Een PR, 34er. Ja, heel blij met die 34er. Ook echt een goede 34er. Dus dat is heel leuk. Dat is echt serieuze tijd en uiteindelijk... zat ik daar zelfs ook nog heel dicht bij plaatsing, ik ben geen 500 meter rijder, dus dat is leuk, maar wel niet mijn hoofddoel. Nee, en dan vandaag die 1000, je tijd zette hier neer, 1:07:85, en wat dacht je? Ik zag eerst alleen die eerste tijd, 1:08:12 of zo zag ik op bord staan. Dus ik baalde, want ik wist al, daar sta ik sowieso tweede mee. Maar die bleek van timer te zijn. Dus toen zag ik 1:07 staan en dan natuurlijk ben ik heel blij met 1:07. Want die tijd van Jenning die had ik al ingecalculeerd. Dus ik dacht, als ik op zijn minst, ik moet zorgen dat ik op zijn minst tweede sta na mijn rit. Dus ik was daar blij mee en ik wist wel dat het een tijd was die... in principe genoeg mannen achter mij nog konden rijden. En toen kwam Tim er al meteen aan. En dan weet je dat het heel lastig gaat worden. Toen had ik ergens nog goede hoop dat misschien Kjeld en Heijn zouden ploffen. Maar Kjeld die heeft het gewoon op zijn klasse gehaald. Ja, en dan de rest komt er niet meer aan, maar hij staat vierde. Hey, en hoe nu verder, dit seizoen? Ja, goede vraag. Ik weet niet. Want rest er dan alleen nog het NK Sprint? Ja, dat sowieso. Ik weet niet of ik de World Cup mag rijden of niet. Ik ben al waarschijnlijk reserve op het WK. Ik weet niet, ja, het NK Sprint die rijd ik sowieso wel. Dus daar heb ik nog één keer de kans om iedereen een keertje terug te pakken. Maar het is gewoon vervelend. Ik ben nu 2 jaar achter elkaar, word ik vierde. Vierde plaats, dat tellen niet. Die tellen niet en ik denk ook niet dat ik gemaakt ben voor de vierde plaats. Maar het heeft nog even nodig, schijnbaar.